De cross tijdens de Military in Boekelo is een van de jaarlijkse hoogtepunten voor de Nederlandse eventingruiters. 3, 2, 1, go! Dit keer ging dat vooral op voor Alice Naber, die een geweldige race reed en bijzonder gelukkig aan de finish stond. En als je 7 seconden over de tijd rijdt in deze bagger, dan kun je heel blij zijn. Hoe is dat om zo'n race te rijden hier voor eigen publiek in Boekelo? Ja, dat is fantastisch. Kijk, de eerste keer dat ik hier reed was 91. Toen vond ik het al gaaf, maar nu vind ik het nog steeds gaaf. Hoe moeilijk was het vandaag in deze omstandigheden? Het was heel moeilijk. Kijk de uitslagen ook maar eens na. En zeker de bodem, want ik liep eerst voor op tijd. Maar daarna was door die modder heb ik hem echt eventjes op zijn adem laten komen. Want toen had hij het echt eventjes slecht. Naber zag voor haar de 3 andere Nederlanders stranden. Daardoor liet ze zich niet van de wijs brengen. Nee hoor, die moet gewoon zelf rijden. Het is hartstikke jammer, ik had liever gehad dat ze foutloos waren gereden. Maar je moet gewoon je eigen cross rijden. Tim Lips was minder gelukkig. Hij strandde al bij de 8e hindernis. Zo had hij zich zijn cross niet voorgesteld. Nee, dat klopt. Het was jammer dat we ook 8B verkeerd inschatten, zodat we er langs schoten. En toen zag ik het nut er niet van in om verder te rijden. Dat is altijd balen, maar is het extra balen als het je in Boekelo overkomt? Nou, dat maakt niet uit. Ik denk dat het gewoon altijd balen is. Bondscoach Martin Lips zag hoe Boekelo een beetje het seizoen in de notendop werd. Want het was geen goed jaar voor de eventingruiters. Daarin is hij duidelijk. Nou, het seizoen is wel teleurstellend verlopen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk op de EK het niet goed gedaan. Op een uitzondering na. En hier, als ik dan zie wat hier komt, dan is het natuurlijk ook eigenlijk toch... we hadden heel veel... Eigenlijk al heel veel afmeldingen. Dus Raf Koorman meldt zich af, Helene Pent meldt zich af, Andrew Hefman meldt zich af. Ja, goed, dan moet je je team wel anders gaan samenstellen. Dan moet je jonge mensen opstellen en minder ervaren mensen opstellen. En dat was toch deze editie van Boekelo nog net moeilijk genoeg voor. Die positieve uitzondering op het EK was Tim Lips, die wel met genoegen terugkijkt op zijn seizoen. Ja, ik denk dat ik wel, als ik hier niet over te spreken ben, dan kan ik denk net zo goed bijna stoppen. Want 7 op een EK horen, dat doen er maar weinig. En zeker in Nederland, dus daar ben ik super tevreden over. Alleen ik had hier gewoon heel graag gewoon Nederlands kampioen geworden. En de achterstand op Alice is nou gewoon te groot. En ik heb niet de juiste vorm gehad om te buigen. De prestaties van dit seizoen zorgen er wel voor dat Martin Lips en zijn team niet op dezelfde manier doorgaan. Nee, daar gaan we wel wat dingen veranderen. Daar moet je wel van op aangaan. We hebben dit afgelopen jaar hebben we hier en daar is het niet gelukt. Maar ik denk dat we gewoon toch wel wat dingen moeten veranderen om succesvoller te worden. Zoals? Ja, dat is nog even. We moeten gewoon het programma nog eens goed evalueren en eens goed kijken hoe dat we die dingen gaan aanpakken. Maar het moet wel anders, denk ik. Tim Lips deelt de kritische blik van zijn vader op het seizoen. Ja, als je kijkt over het geheel, dan is het absoluut niet goed gegaan. Omdat we hebben op het EK geen team rond gehad, we hebben hier geen team rond. Dan is het denk ik wel een van de minste jaren dat we zeker richting Rio echt zorgen moeten gaan maken. Is het perfecte schoonmaakt en dankloos binnenkomt waar die...